Maar de pont mag niet weg, vinden veel inwoners van Gouderak en Moordrecht. Ze gebruiken de dienst vooral als ze te voet zijn of met de fiets komen. Een petitie om de pont te behouden is al zo'n 1000 keer ondertekend. Nou, het belang van dit pontje is zowel sociaal en economisch. Er zijn heel veel mensen die hebben familie in beide dorpen wonen, vrienden. Er zijn een aantal winkels die wij in Gouderak niet hebben, die in Moordrecht wel zijn, zoals een drogist. Dat de veerdienst over de Hollandse IJssel moet worden gered, staat voor veel inwoners vast. Iedereen maakt gebruik van de mensen die op Moordrecht boodschappen doen. Kinderen die gaan zwemmen hier. Nou, waar moeten ze dan? Nou, iedereen gebruikt hem. Zo simpel is het. En ik stap zelf ook wel eens even lopend gewoon op het pontje naar de overkant. Omdat ik naar de kruidvat moet, want hier zit helemaal geen drogist. Wat vindt u dat de gemeente Krimpende Waard nu moet doen? Ja, zorgen dat die pont blijft varen natuurlijk. Dat is nogal wie dus. Het mooiste zou zijn als het een stichting zou worden. Dan zou je zeggen op een gegeven moment, joh, een paar oude schippertjes die erop kunnen. Zeg maar, die er zin in hebben om daarmee aan de gang te gaan. Nou ja, dan staan wij vragen, joh, jij 4-5 uurtjes per dag die pont varen, vind ik het prima. De gemeente Krimpende Waard, waar Gouderak onder valt, is verantwoordelijk voor de route. Die zoekt nog uit wat er nu moet gebeuren. Dinsdag wordt het in de gemeenteraad besproken. En dan wordt ook de petitie aangeboden. Dus er zal nu voor de korte termijn echt een oplossing moeten worden gevonden. Maar ook voor de langere termijn. Want de dorpen horen bij elkaar, dat is al eeuwenlang zo. En ja, het pontje moet gewoon blijven.